Ja, vandaag de laatste dag van maart, 31 maart. Morgen is het 1 april, ja. En je hoopt dat alles een aprilgrap was, maar dat is het niet. Het is nog, we zijn nog niet op het ergste punt eigenlijk beland. Hoorde dat in Spanje de volkomen lockdown, de totale lockdown, misschien nog doorgaat tot eind mei. Bij ons gaat het door, in ieder geval tot eind april, dat de cafés niet open zijn en de scholen dicht blijven. En tot 1 juni de grote manifestaties niet doorgaan. Dus het blijft nog schipperen. We moeten nog binnen blijven en we moeten nog redden wat er te redden valt. En op nieuwe ideeën komen natuurlijk ook wel. Dat je denkt van, oh, dit kan ik doen of dat kan ik doen. Of nadenken. Of nou, we hebben al een aantal voorbeelden genoemd. Of nieuwe spelletjes bedenken. Nou, het videobellen, dat is al een rage aan het worden. Overal zie je activiteiten en overal zie je troost. Wat er ook vandaag bij Radio Oranje ook wordt gezegd, dat mensen elkaar gedag zeggen op straat. Dat je een soort eenheid vormt. Dat er wel een soort oorlogssituatie. Mark Rutte die had het er ook vandaag over. Dat het toch ook wel een soort oorlogssituatie wordt en is. En dat je elkaar opzoekt. En wat er ook bij Radio Oranje werd gezegd, van dat mensen ook elkaar toe gaan fluiten. Gedag zeggen, maar ook toefluigen. Het is nu wat laat, dus ik kan het niet zo goed meer. Maar ik probeer het toch nog, omdat het zo'n signaal is van verbondenheid. Ja, dus misschien moeten we dat ook doen. Moeten we elkaar geestelijk in de armen sluiten en elkaar ook steeds gedag zeggen. Genieten van het feit dat jouw plaats weer helemaal van jouzelf is. Geen toeristen, geen bezoeken, de kleine dorpen, de grote steden. Het is stil en alleen de inwoners zijn nog op straat van de grote steden. Je had het onder andere omstandigheden, had je het prettiger gevonden. Maar je hebt je eigen stad, je eigen dorp, heb je weer terug. En het is uitzitten. We hebben het moeilijk. Maar nu komt weer het moment dat je zin hebt om te slapen. Dat is altijd een fijn moment. Dat je even denkt van, en nou heb ik er even helemaal geen zin meer in. Ik heb helemaal geen zin meer over de problemen na te denken. Ik heb helemaal geen zin meer over de slachtoffers na te denken. Ik heb helemaal geen zin meer of ik misschien te oud ben om nog überhaupt in een ziekenhuis opgenomen te worden. Ik heb er helemaal geen zin meer in. Ik heb zin om lekker te gaan slapen. Gewoon, ik heb zin om lekker te gaan slapen. Ja. En dan gaan we dat toch ook doen. Dan gaan we gewoon even alles van je af laten glijden. Zal ik nog even een probleempje noemen wat u hebt? U noemt het probleem en dan geef ik het antwoord. Nou, zeg maar het probleem. Lekker van je af laten glijden. Nou, zo moet u de nacht ingaan. Lekker alles van je af laten glijden.